Ja, dat werd er op een gegeven moment gezegd van ja, als jij je borsten eraf zijn, dan mag je naar de herenkleedkamer. Toen waren ze eraf, alleen de mannen waren nog niet klaar dat ik naar de herenkleedkamer ging. Mm. Dus daar was nog een hoop gesteggel over. Als jij in de gym bent, hè, ben je dan heel erg bezig met hoe andere mensen naar jou kijken? Is dat nog een factor op dit moment? Ja, nog steeds wel. Ik zit nu echt in de laatste fase van voor het geslachtsoperatie. Ik heb altijd mijn hele leven gevoeld dat ik een man ben. En alleen mijn buitenkant klopte niet. En dat maakt je heel erg ongelukkig. Ja, ook nare dingen meegemaakt. Want ik stond nog in de dameskleedkamer. Ja, en welk punt, wanneer ga je eigenlijk over naar de herenkleedkamer? Ja. Dat was, dat werd er op een gegeven moment gezegd van ja, als jij je borsten eraf zijn, dan mag je naar de herenkleedkamer. Toen waren ze eraf. Alleen de mannen waren nog niet klaar dat ik naar de herenkleedkamer ging. Mm. Dus daar was nog een hoop gesteggel over. Ook waar ik stond, waar ik moest gaan staan. Ik mocht niet te dicht bij de douche staan, want dan zou ik misschien de mannen zien of de mannen mij zien. Ja, je krijgt nare opmerkingen naar je toe. En wat ik nu achteraf veel hoor, is dat ze veel met elkaar spraken. En, mij daarin eigenlijk belachelijk maakte. Ja. Onze organisatie was toen de tijd er nog niet aan toe en men wist ook niet. Ik was de eerste transman van Den Haag. Dus ja, dat iets wat nieuw is, een nieuwe verandering, dat is best lastig. Ja, dat mensen je nu zien. Van jeetje, je bent echt wel heel erg veranderd en allemaal goed. En, meer acceptatie dus? Ja, veel meer acceptatie. Ik moet zeggen, we zijn er nog niet, maar we zijn wel inderdaad goed op weg. Ja, als man kijk ik vaak naar de borst of billen van de vrouw. Ja. Nou ja, de vrouwen die kijken echt wel naar je shaki. Dus, ja. Naar de shaki of de shaak. De shaak, ja, ja. Ik hoop dat er 15 centimeter aan gaat. Dus, ik heb hem wel besteld. Ja, ik zeg altijd, al is er maar één iemand die ik kan helpen. Hoe ik mijn transitie heb doorbracht. Waar ik tegenaan ben gelopen, ook kan ik maar één iemand daarmee helpen, ja, dan is mijn hart al blij.